Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we goed zien dat met name in het noorden en oosten van het land nog wat opklaringen voorkomen. Daar schijnt vanochtend dan ook nog een tijdje de zon. Vanuit het zuidwesten zien we echte bewolking naderen die trekt geleidelijk aan het land binnen. En later vanochtend en vanmiddag valt er soms wat regen of motregen. Het wordt 9 tot 11 graden en verder waait het ook flink uit zuidelijke richting. Boven land matig of vrij krachtig, windkracht 4 of 5, en een zeekrachtig tot hard windkracht 6 of 7. Vanavond gaat de wind langzaamaan weer wat afnemen. Verder komen dan in de kustgebieden een aantal buien voor, mogelijk ook met een klap onweer, maar verder zijn er ook flinke opklaringen. In het binnenland wordt het grotendeels droog. Ook morgen overdag, met name in het binnenland, droge en zonnige perioden. In de kustgebieden wat meer bewolking en kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden bij een matige aan zee nog steeds vrij krachtige zuidelijke wind. Zondag, maandag en dinsdag hebben we afwisselend veel bewolking, maar soms ook perioden met zon. Met name op de maandag is de buienkans iets groter dan op de andere dagen. De middagtemperatuur loopt langzaamaan iets op van 11 naar ongeveer 13 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.